Doe maar. Ah, fuck! Ik heb nog niet gevapt vandaag, dus als ik rare dingen zeg, dan is het daardoor. Vandaag eten we kat. Voor de video, dus smijt zeker een duimpje omhoog. Want dit is zeker niet erg shit, oké? Okay. Vandaag eten we een cactus. Ik weet ook niet waarom. Ik heb deze muts gevonden in mijn kast. Oké, beter dat ik de zonnebril aan. Vandaag eten we een cactus. Ik heb gezien dat dat gevaarlijk is en dat je daar soms van kan beginnen trippen. Dit is een mooie... Oh, what the fuck. Nee, nee, niet doen. Dat is scherp. Dat is scherp. Afblijven, rustig. Ja. Dit is een mooie cactus. Die een beetje rood is daar. Dus waarschijnlijk ga ik allemaal enge ziektes krijgen als ik hiervan eet. Ah, shit. Hij is redelijk scherp. En ik denk dat mijn tandvlees wel gaat beginnen bloeden als ik dit eet. Omdat ik die echte edgy YouTuber ben, ga ik vandaag ook een cactus eten. Mijn kat is er vandaag ook bij. Die was aan het doen is. We gaan beginnen met dit stuk. Shit. Zoals jullie zien, een beetje smaakloos. Ah. Ah. Pak alsof je onkruid. Alsof je onkruid aan het opeten bent uit je tong. En het prikt de hele tijd in je tong en shit. Ah, fuck! Hey, joh, mijn handen zitten nu vol met splinters en mijn tong ook. Ah, kut. Vul mijn tong. Ah. Mijn kont gaat doodgaan als ik kak. Dat gaat allemaal. Ah. Ik denk dat het familie is van de komkommer. Het maakt een beetje naar komkommer, maar ik bedoel. Kijk hiernaar. Het was niet de scherpste cactus die zat in de winkel. Zie je hoe scherp dat al die kleine puntjes zijn? Dat zijn allemaal. Het is genoeg om iemand mee te doorboren, denk ik. Kijk, ik weet dat. Ah, fuck! Ah, nu zit er tussen mijn tanden en wat. Wie zijn idee was dit? Zit onder mijn tong nu. Laten we gaan voor een hap uit de ding zelf. Kan niet veel erger zijn dan wat er allemaal is gebeurd. Heel mijn mond zit nu al vol met stekkers en zo. Als ik dan nog begin te trappen straks, yo, dan is het echt fucked up. Kan er iets gebeuren als ik zo hier inbijt nu? Oh, fuck. Ah. Het verbaast mij echt dat mijn mond niet aan bloed is of zo. Want bloed echt in mijn keel. Ach, voelt niet gezond of zo. Ik wil even een shout-out doen aan de meisjes die dit naar mijn huis zijn komen brengen. Dit is een paddenstoel. Dankjewel hiervoor. Er gaat zo gat in mijn maag zitten en in mijn slokdarm en zo. Even mijn mond voelen. Even heel veel pijn. Ah, je voelt zo glijden. Tijd voor het grote bolletje hier. Zo, deze mooie knop. Ah, ik weet ook niet waarom, maar deze cactus is rood van binnen. Waarschijnlijk is dat zo'n enge ziekte of zo. Het is rood. What the fuck? Heb je ooit al een rode cactus gezien? Ik dacht het niet. Maar, hey, misschien moet ik hem zo in de lucht gooien, hè? Het is het domste idee ooit. Daarvoor zijn we hier toch. Fuck! En het feit dat je dan nog harder op mijn gezicht gaat vallen is dus kut. Shit. Ah, fuck! Shit! Nu even je ogen gebruikt, dan zie je daar iets heel moois in mijn tong zitten. What the fuck? Niet goed. Echt. Niet pakken goed. En mijn lippen zitten ook vol. Ik voel ze overal. Dat voor mijn t-shirt. What the fuck, oké. Okay. Gooi jij hem in een boogje. Gewoon in een mooi boogje. Doe maar. Ah, fuck! Ze zit er echt diep in nu. En mijn baard zit ook vol met. Overal, over heel mijn mond zit er zo scherpe dingen aan mijn gezicht. Nice! Ah! Ah, fuck! Ah, niet goed. Dit is de domste challenge ooit. Waarom doe ik dit? Ja, mijn tong zit officieel vol. Wat was het punt van deze challenge? Aantonen dat je geen cactus kan eten. Stel, er is niks anders meer op heel de wereld. Dan zou ik dit ook niet eten. Ach, vreselijk. Dat wil je niet nadoen. Ah. Jullie kunnen niet zeggen dat ik geen cactus heb gegeten. Ik voel allemaal rare kleine prikjes in mijn buik, maar...
Voor de rest, ik wil niet weten hoe mijn kak eruit gaat zien. Ik kan het me wel voorstellen, zo'n worstje met allemaal splinters uit. En dan moet dat door mijn kont. Er zijn nog een paar cactusjes over. Willen jullie nog een pikvis van de dag zien? Deze pikvis heb ik gekregen van Amber Lozijn. En ik weet niet waar met die piemel is gebeurd, maar die piemel staat echt wel omgekeerd. Zo, het lijkt alsof die vis zichzelf aan al aan het neuken is. Bedankt voor deze pikvis van de dag. Geweldig. Misschien met saus. Ik moet er mayonaise op doen. Thousand Island saus van Vermoordelijk. Ah! Ah! Wow. Ah, cactus eten met saus is duidelijk de aanrader. Anders is het echt niet te eten. Hoe kun je nog één doen? Oh, maar tussen de boterham leggen. Je moet toch alles eens geprobeerd hebben voordat je zegt dat je iets niet lust. Wow. Dat is ook niet bepaald lekker. Op goed voor mijn oog. Ik denk dat die ding er nooit meer uit gaat gaan. What the fuck? Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze cactus video. Vond je het leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog voor de Ik Eet een Cactus Challenge. Het bleef hangen aan mij, vreemd. Mijn mond zit vol met stekkers. Die zien ze waarschijnlijk zitten. Bedankt om te kijken naar deze video. De cactus heeft het niet overleefd. En mijn mond doet heel veel pijn. Tot de volgende keer. Ik weet niet of mijn mond aan het bloed is. Ik ben niet zeker, maar... Come on.